Want ik wil me in het dagelijks leven voortaan zo gaan kleden. Kijk naar aflevering 3 van Do It or Pass. Zoals jullie al aan de titel hebben kunnen zien, ga ik me vandaag onderdompelen in een nieuwe ik. Dankjewel NF Beauty voor jouw inzending. Oeh, ik hoop dat hij zal reageren. Oh, wat heb jij nou weer gedaan? Oeh, ik denk dat hij gaat reageren. Keihard lachen. Of tot hij zal zeggen, jij sport echt niet. Jij bent echt gek geworden. Ik denk niet dat hij het heel erg serieus gaat nemen. Dit ziet er toch niet uit. Ik zie er echt niet uit. En dan lopen daar mensen over straat. Die kunnen hier naar binnen kijken. Zodat we denken, wat is dat voor Mogol? No, God! Ik heb niet echt iets heel erg geks. Het enige wat ik een beetje geks heb, is dit jasje. Dat is het enige wat ik echt heb waarvan ik denk, oké, dat draag je niet normaal. Maar wat ga ik eronder dragen? Ik ga gewoon kleurrijk. We gaan voor kleurrijk. Ik trek gewoon deze oranje t-shirt aan. Tadaa! Ik heb een grijze broek aangetrokken. Dat vond ik toch wel iets beter staan dan een shortje. Maar jongens, ik kan toch niet? Kijk mijn hoofd. Als je serieus zegt dat dit mooi bij me staat, dan spoor je echt niet. Laten we daar eventjes duidelijk over zijn. Ik ga nu naar beneden. Ik kan het nu niet gekker maken dan het al is. Ik denk dat mijn make-up het overtreft. Dan gaan we naar beneden en we gaan kijken hoe mijn vader gaat reageren. En dan kom je beneden en dan is je vader er niet. Oké. Dan wordt dan maar even wachten. Meanwhile. Eentje net een kusje gegeven op zijn hoofd. Oh, ben jij je poepje? En Rambo is ook een beetje de dupe. Heb jij je kus? Kijk! Je hebt een kus op je voorhoofd. Je hebt roze lippenstift op je voorhoofd. Ogen dicht. Ja, die heb ik dicht. Niet kijken. Niet kijken. Ik wil dat je eerst goed naar me luistert. Ik wil dat je eerlijk een antwoord geeft wat je hiervan vindt. Want ik wil me in het dagelijks leven voortaan zo gaan kleden. En op gaan maken. Ja? Ja. 3, 2, 1. Heel zwaar. Ja, als jij dat mooi vindt. Wil jij je zo gaan kleden? Ja. Ik vind dat mooi. Kleurrijk. Ha, het is kleurrijk. Nou, kleurrijk. Ja, het is wennen. Zo ben ik jou niet gewend. Het is een grapje. Ik moest het voor een video doen van een kijker. Ja, het staat niet slecht. Kom op, pap. Het staat me niet slecht. Dit kan niet. Dit kan niet. Lijkt de buurvrouw wel, want hier die dokkie. Oh, dat kan niet. Dan gaat hij nog zeggen. Dit trouwens, maar je ogen die zijn zwaar. Ja, je lipstick is zwaar. Het ziet er niet uit. Ik zeg het maar gewoon eerlijk, het ziet er niet uit. Nee, je ogen niet, die zijn erg zwaar. Waarom zeg je dan dat het er mooi uitziet? Ja, als jij het mooi vindt, ja, moet ik het dan zeggen dat okay. Het mooi is. Ik had niet verwacht dat je zo zou reageren. Kijk even wat ik aan heb. Een grijze broek, roze of een oranje t-shirt en dan een
blazer. Anna Beauty, ik hoop dat ik jouw do-it goed genoeg heb gedaan. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk? Beloon me zeker even met een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Join je bij de club. Het is geheel gratis. En dan hoop ik jou volgende week vrijdag weer terug te zien bij een nieuwe video. Doei doei!